En het is gewoon op een nieuwe serie van mij, man. Ja, man. Beter, ja. Ja, toch? Ze komt er ook in. Ja, toch? Is goed, Rodda. Rusten, werk ze. Later. Yes, dames en heren. Welkom bij de allereerste aflevering van De Wijken van Groningen. We zijn niet zomaar in de wijk, we zijn in de P9742. Laten we kijken wat hier. Dit is de gangster. Dit is de. Dit is de president van RP, gewoon wat die hotser. RP van Zuid, dames en heren. Beste rapper van Paddepoel. Beste rapper van Groningen en beste rapper van Nederland. Je wilt toch die drill, mail, dit, dat van tegen. Dames en heren, dit is Jet Turkey. Maar hij is half Palestijns, half Tunesisch. En hij woont in Nederland. Deze jongen komt Lens, Kens, Kens. Deze, hoe snodder dit is? Rosje gewoon, man. Rosje Service. Beste, snelste snodder van Groningen, van Paddepoel. En veiligste. En veiligste. Hij rijdt heel nuchter. Altijd nuchter. Altijd nuchter. Je ziet het. Connect hem. Voor je snodder. Beter dan taxi. Schkeleks. Nooit meer naar tempo. Nee. Dames en heren, we zijn in een van de allerhoogste gebouwen in Paddepoel. We gaan even kijken van boven hoe groot Paddepoel is, hoe mooi Paddepoel is, hoe Paddepoel is. Schkeleks. Dit is dus Paddepoel. Als je denkt aan Paddepoel, dan denk je aan gestolen scooters, drillrappers en RP van Zuid. Toch heeft Paddepoel een bruisend winkelcentrum waar velen van ons samenkomen. Laten we kijken. Niet allemaal dingen. Naast de. Pasteertje. Hallo. Ja. En mag ik van u één kippastei? Ja, en een kiplompje alsjeblieft. Of doe maar een vegetarische lompje. Ja, maar even tussendoor kan ook, hè. We moeten niet op een lege maag gaan werken. Je komt zelf ook uit Paddepoel? Ja? Je woont hier al lang? Of altijd al? Ja, ik woon hier al 6 jaar. 6 jaar, oké. Oh, in deze flat. Bevalt het een beetje? Ja. Dames en heren, ik heb geen vraag voor deze mensen, maar ik wil je gewoon even laten zien. Dit is de rijkste, mooiste, knapste, gezelligste, leukste Turk van heel Nederland. Heel Groningen en heel Nederland. En dit is zijn zoon. Dit wordt de beste, hoe niet? Ja. Zeg maar, hoi Groningen! Hoi Groningen! Wil ik één? Nee. Kies maar. Nee. Ik heb sowieso twee, ik weet niet waarom. Lieverd, pak ik eentje, kom voor de papau. Alsjeblieft, echt? Ja. Ook niet voor Chinoa Chara? Nee. Zeker? Ik ben maar even Chinoa. Is goed. Nou, dankjewel hè. Succes. Ja, dank. Dames en heren, dit is Demi. Dit is mijn allerbeste vriendin. Altijd als ik haar op de scooter zie, doe zo. Eén keer, ik moest heel nodig naar de wc, ik was aan het bezorgen op de scooter. Ik moest heel nodig naar de wc, ik had twee bestellingen, eentje Gorachkade en eentje naar Leeuwenborg. Zij moest toevallig naar Leeuwenborg, ze zegt, ja, geef maar, ik doe hem wel. Chiklex, I love you. Ciao. Wat zijn jullie aan het doen? Beetje roken. Ben je shaggy zo? Ja man, altijd. Wat zijn jullie? Jij ook? Ja, ik ben ouder wij. Niet waar. We zijn even oud. Wat ben je? Ik ben 13. Ja. En jij? 13. En jij? Ik ben ook 13 man. En jij? Echt? Ja man. Boys, kom op man. Dit kan toch niet? Weet je wel hoe slecht roken is? Ja. Hij staat vaak genoeg op, ja. En jullie zijn 13, hè? Ja. Ik ben 22, ik rook coca sinds mijn 15e. Ik zit er helemaal vast. Elke dag 10 euro voor een pakje. Elke dag 10 euro. Dus in een week is dat 70 euro. En in een maand is dat 300 euro. Weet je hoeveel geld dat is? Ja. Weet je wat voor mooie schoenen je daarvan kan kopen? Eén dikke. Jongens, ik adviseer jullie alsjeblieft, stop met roken. Ja. Het is niet, ik zeg je eerlijk, het is ook niet stoer. Nee. Maar waarom doen jullie het eigenlijk? Je bent er eentje mee begonnen ja. En je doet het schaar. Ja. Weet je wat mijn vader altijd zei? Ja. Mijn vader zei altijd, het begint bij één hijsje. En daarna is het een twee hijsjes en dan is het een hele sigaret. En dan zijn het twee sigaretten per dag en dan heb je in één keer een hele pakje per dag. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Jullie zijn jong boys, jullie zijn strijders. Jullie zijn de toekomst, broer. Je moet je weten, toch? Ja. Strijders. Maar, niet meer ook, hè. Tot de volgende keer, hè, mooie. Kleunse Sabri, dat was even de, hoe zeg je, de maatschappelijk werker Sabri. Dat was een beetje de jongeren van de buurt stimuleren om te stoppen met roken. Om niet te roken, omdat het helemaal slecht is. Je ziet waar de toekomst heen gaat. Ze beginnen nu al 13 jaar, 14 jaar met check roken, dit, dat, bro. Kan niet, toch? Beetje let op je kinderen, jij. Beetje, je weet toch? Beetje let op je kinderen voordat ik ga uithalen hier, mafkees. Paddepoel is niet altijd positief in beeld gebracht. Maar wat is nou waarheid en wat niet? Om daarachter te komen heb ik afgesproken met jongerenwerker Shem, a.k.a. Rasta. Hij kan ons meer vertellen wat hier allemaal speelt. De eerste vraag is, gaat over de, hoe heet dat? Danny op straat. Heeft u dat gezien? Ach. Wat vindt u daarvan? Hoe Paddepoel in beeld is gebracht? Weet je, heel negatief. Heel negatief. En ik wil weten wat u daarvan vindt en wat uw mening daarover is. En dat is eigenlijk hetzelfde. Of het wel klopt, ja. Ja, kijk, weet je. Ik ga niet dingen verbloemen. We weten van die jongens, dat zijn geen liefertjes. Ja, maar dat programma van Danny op straat. Hij zou met een jongen gewoon praten over zijn muziek. Ja. Had hij met een jongen en toen ging hij... Met RP van Zuid. Ja, de jongen die we net hebben gezien. Juist. En daarna ging hij met die jongere jeugd gaan en begon hij over wapens. Ja. Wat ik begrepen heb, dat die jongens geen wapen bij zich hadden op dat moment. Maar hij stuurde zich aan om hun wapens op te halen, om dingen te laten zien. Wat? Wij waren daar pist over. Echt gewoon pist. Kan je dat in de camera zeggen, zodat de mensen dat ook... Ja, wat wij begrepen hebben van de jongens, dat ze op dat moment geen wapen bij zich hadden. Maar ze worden gewoon even naar hand gestuurd. Ik denk van, ga dan naar huis, haal je wapen op, laat me zien. En je zag ook mensen kwamen met keukenmessen gewoon van de moeder waar ze mee kookten. En dikke machete. Dat soort dingen. En kijk, dat geeft een heel negatief beeld over de wijk. Dus mensen denken, oh, Paddepoel, gewoon, daar moeten we niet zijn. Ja. Terwijl wij gewoon andersom. Ik zeg niet dat het liefjes is. En tegenwoordig loopt bijna alle jeugd, jullie weten dat ook, met een mes of wat dan ook. En om het te verdedigen. Snap je wat ik bedoel? Ik heb mijn kinderen van kleins af aangeleerd. Ik wil niet dat jullie met wapens op straat gaan. Punt. Want als je een wapen bij je hebt en je wordt aangevallen door bepaalde mensen, je weet, je hebt dat ding, je gaat hem gebruiken. Eind resultaat, je zit vast. En je hele leven heb je gewoon naar de Filistijnen geknoopt. Ik zeg vaak ook tegen de jongeren hier, luister jongens. Dan gaat dit om. Als jij met mij wil vechten en ik sla je in elkaar, heb ik toch verloren. Mm-hmm. En waarom? Ik heb gedaan wat jij graag wil. Ja. Je hebt je eigenlijk verlaagd naar zijn niveau. Snap je wat we doen? Ja, dus ja. Ik sla je in elkaar, jij komt in het ziekenhuis, ik zit in de bak. En een tijdje loop jij buiten en je zit te lachen. Ja, kijk waar ik hem heb. En dat probeer ik zo gewoon even dat... De mindset. Ja, die mindset je gewoon steeds dat even veranderen. Het gaat om jou, weet je. Wil je met mij vechten? Ik loop weg. Maar als je me aanraakt, is een ander geval. Andere situatie, ik verdedig mezelf dan. Tuurlijk, ja. Zeker, snap je? Dat is zelfverdediging. Ja. Maar als je gewoon even mij uitdagen en ga met je knokken. Ja, nee, dat is... Is gewoon even verloren. Paddepoel is voor mij geen onbekend terrein. Ik ben hier deels opgegroeid, ik heb hier veel dingen meegemaakt en ik heb hier op school gezeten. Laten we even een kijkje nemen. Daar heb ik voor het eerst gezoend, daarachter. En hier jongens, ik ga jullie precies laten zien. Hieronder. Wow. Hier werd ik voor het eerst in elkaar geslagen. Hier werd ik altijd gepest. Ze drukten me hier altijd in een hoekje zo. Zo drukten ze me in een hoekje en dan begonnen ze te slaan. Pa, pa, stra. Ja. Nu zit eentje vast. En nu is eentje een grote crimineel geworden. En ik? Tjeklex. Ah. Dit is de laatste vraag. Hoe kan het zo zijn dat de jongeren hier in Paddepoel zoveel respect voor u hebben? De manier van omgaan.
hoe je met ze omgaat. Kijk. En op wat voor manier doet u dat? Ik kom je niet vertellen hoe je leven moet. Ja. Dat kan ik niet doen. Ja. Zelfs mijn kinderen kan ik niet vertellen. Op een gegeven moment gaan ze ook hun eigen weg. Maar een bepaalde fundament moet je ze geven om mee te dagen. Jongens, hier kan je altijd terugvinden. Ja. En ik ben altijd straight en duidelijk met de jongens. Ja. En ze merken van mij, als ik zeg gewoon van, dit kan ik voor je doen, dan doe ik het ook. Dames en heren, hartstikke bedankt voor het kijken naar de allereerste aflevering van de Wijk van Groningen. We waren in Paddepoel vandaag. Laat even weten in de comments wat jullie ervan vonden en waar ik de volgende week langs moet komen. Chiklex!